Er is een autootje bij. Sir, relax your legs. Oké, deze ook. Oké. Zo'n touwtje of niet? Ja. Goed. We put off the handcuffs, ja? Yeah? Oké, relax your arms, please. We're going to put off the cuffs, ja? Yeah? Keep your arm in front of you, please. Keep him here, yes? Relax. Oké, relax, sir. Ja, correct. We gaan even een leuk tientje uit zoeken en dan... Ja, dat is duidelijk. De 42. Kom eens uit voor de 40. Leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. De dienst begon, wat, ja, ik wil niet zeggen rommelig, maar we moesten even ondersteunen bij een aanhouding die collega's hadden gedaan van een meneer die iemand had mishandeld en die compleet aan het flippen was eigenlijk wel. En die ook wat uitspraak had gedaan dat hij mogelijk een einde wilde maken aan zijn leven. Dus er zijn allemaal processen en protocollen voor de manier je dan wordt ingesloten. En inmiddels zijn we onderweg en Iris heeft zojuist even de... Ja, maar noem dat. Even de heads-up gedaan van iedereen die aanwezig is. Want wat gaan we doen vandaag hier? Wat is onze taak? Ja, wij hebben als taak de AOB-dienst. Dat is de overlastdienst. En de overlast bestaat uit daklozen, verslaafden, gebruikers, maar op. Ja, en daar hebben we een speciale dienst voor ingericht. Wij hebben dan twee dubbelbemenste eenheden onder ons. En dan nog een duo van toezicht en handhaving. En die sturen wij zeg maar aan. We gaan eerst even denken, want ik zie dat we nog twee streepjes hebben. Dus iemand was niet zo lief om de auto op een goede manier terug te zetten. Zullen we een mailtje sturen, denk ik. Ja, wordt een mailtje sturen. We gaan eerst even denken en dan nemen jullie mee verder in de dienst. Hallo. Hoi. Mag ik gelijk een kleine melding maken? Oeh. Ja, tuurlijk mag dat uiteraard. Hier, als je bij de fietsers overgaat, er ligt heel veel glas op de weg. Dus ik denk dat er wat gebeurd is. Oh, ja, ja. Dat kunnen we doorzetten. Ik ga heel even kijken. Misschien kunnen we het zelf even opruimen. Dan schrijf ik het met de gemeente. Dank je wel. Dank je wel. Hoi. Ja, dacht ik al. Gaat niet helemaal goed. Waar moet hij zijn? Daar. En dan gaat hij straks bij de verkeerslichten links en dan zet hij hem daar op de stoep. Dan hebben we wat later losplekken. Kijk, TikTok! Ja? Hé, mentor. Als u hem hier gelijk links draait. Ja. Speak English? No. So, you get a fine. Ik sta hier bij het station met een Roemeense bedelaar. Wat wil hij daar? Dan ga ik u bedanken en dan mag u afscheid nemen. Thank you.
Moet er iets gecheckt worden of is dat het laatste? Dit is het laatste, ja. Check. Dit is een fantastische overgave, toch? Ja, ja. Deze had hij net bij zich en had geen idee kaart. Dus over jou ga ik even met vreemdelingen die we staan. We hebben allemaal heel nieuw systeem gedaan, wat voor wij dat hebben. Nee. Normaal houden we hier. En hier is voor jou, wij kunnen verder. Dat heb je ons nodig. Nou, we zijn de dienst inmiddels al een beetje begonnen. Hier voor me worden twee jongens gecontroleerd die door een burgereenheid zijn gevolgd. Die wat gedrag vertoonden, ja, dat erop leek dat ze mogelijk... Ja, maar het is echt een hele fotootje schieten. Ondertussen gebeurt het altijd apart ook. Die mogelijk wat gestolen goederen aan het overgeven waren. Dus die controleren ze nu even. Nu blijkt dat een van de jongens zijn documenten niet helemaal in orde zijn als het gaat om vreemdelingendocumenten. Zijn collega's zijn het overleg met de AFIN wat we er verder mee kunnen. Ondertussen kwam er een melding binnen van camera toezicht dat ze een jongen zagen lopen die bekend is met zakkerij diefstal. En die loopt kennelijk met een vermoedelijke lege tas met eronder geprepareerd is. Dus die wordt nu in de gaten gehouden en de burgereenheid gaat die nu volgen om te kijken of daar nog wat uitkomt. En ja, zo loopt het allemaal al een beetje door. Ik heb een hele man die in de war is, die is agressief. Daar gebeuren die mensen toe, maar ik zal eerst rijden. Er is een autootje bij. Onderweg. Onderweg. Daar het dak, daar het dak. Ja, ik ben nu op het Volendak. Nee, burgers hebben daar. Ik wist dat onze eenheid in burger heeft daar een aanhouding gezet. Nu is het de 40 en de 41 van onze onderlijn. Ja, ik kom hier wel even voor wij hier moeten meewerken. Ja, en de. Rota is finish. Kunnen even jullie stad erbij in? Bij de KFC. Kan even niet. Niet tussen mijn man, niet tussen mij. Waar de vrouw? Het is mooi, hè? Het is voor Amsterdam, hè? Op. Niet onder, hè? Niet. Goed dat je wat rustiger wordt. De ademweg is vrij, alles is vrij, dus. Ja, mooi, hè? En toen zagen we hem heel snel, gelukkig. Thanks. Hey kerel, luister, we gaan rustig opstaan, ja? Ja, nu wel. Kom maar. Nu weer wel. Kom maar, sta maar op. Kerel. Deze kom hebben we ervan gedaan. Is hij aan het spelen of niet? Dat weet ik niet. Doe even naar voren. Ja, laat hem eruit halen en ik wil die handboei even los hebben zo. Helemaal geen kracht? Nee. Het wordt reanimatie. Duit. We gaan neerleggen. Ik voel het maar wel. Leg maar even. Handboeien los. Anders kan je helemaal niks. Handboeien los. We hebben een reanimatiesetting in de sluis van de cellengang. Ik heb met spoed een ambulance nodig gehad. Zijn ze boeien los? Ja, één kant. Dat is goed. Open. Is er onderuit. Komt ie. Jo. Start. Lisa, rechts. Peter? Hey. De persoon is bij, geen reanimatie. Rustig aan. We willen je helpen. Luister eens. Hoor je mij? Ja. Blijf even bij, jongen. We willen je alleen maar helpen. Oh, zeker. Ja, die persoon had in ieder geval tijdelijk geen ademhaling. Hij is nu volledig bij bewustzijn. Luistert niet naar ons en reageert nergens op. Ik heb wel met spoed een ambulance nodig. Ik heb een goede pols nu. Goed, check. Rustig aan. Er komt een arts bij je. Allemaal goed. Rustig aan, hoor je? Dat is goed. Hey, wat dan? Ja,
Vertel aan jullie. Hoe are you? I'm the doctor. Ben jij dokter? Yes. Are you okay? I'm okay. Yeah? Can I do some checks on your body? Yeah? I'm gonna check some things, okay? Did you take any drugs today? Ja. Kijk eens naar mij. Nee, laat even aan, jongen. Laat me aan. Geef me deze, alsjeblieft. Waarom niet hier? Waarom hier? Met deze, alsjeblieft. Prima, mij mag ook. Ja, maar ik denk dat hij wel alleen naar boven kan, hoor. Ja. Wat? Alles van jou. Zet op. Ja? Nou, ik denk het niet, maar... Yo. Ik doe 81. Doe even wat plakjes bij hem. Hoi! Doe plakjes bij hem. Hey! Die vrouw vraagt om mij en goed ook voor hem. Voor dat is dan jouw vraag, alsjeblieft. Hé, heb je drugs gebruikt? Laat je handen maar lekker liggen. Ik moet aan mijn slapen, alsjeblieft. Ja, dat is goed. Hij is er niet in. Nee, is prima. Alsjeblieft, dan is er niet in. Zeker zo'n beetje waarom, dan wil ik er graag wat maken. Kan jij hem vasthouden? Dan kan ik de telefoon bij je doen. Meneer, kom eens even. Hey, hallo. Vinger, wil je vinger jouw neus nu in de zweet? Ja, duim. Kom maar. Ja, is goed. Wat? Yes. Even spreken, de dokter wil even jou zien. Mag dat? De dokter wil even naar je kijken. Mag ik? Ben ik de dokter? Hier, deze mevrouw. Alles goed. Ik heb. Wil je een dekentje? Wil je een dekentje? Ja, hoor. Je wil een deken. We zijn inmiddels weer onderweg vanuit het bureau. Waar zijn ze bezig met het inboeken van deze aangehouden verdachte. We gaan nu naar een melding. Ja, eigenlijk ook een soort overlastmelding. Er ligt iemand te slapen voor een locatie waar dat niet mag. Dit was echt heel raar. Dit was echt heel raar. Ik kreeg dus een melding van een dat collega's en burger. Die zagen een meneer lopen op het stationsplein die overlast veroorzaakte. En die wilde gaan wildplassen. Die was al bezig zelfs. Die was al bezig. En toen was er een omstander. Die zei er wat van. En toen heeft die meneer, de verdachte zeg maar... probeerde die omstanders zeg maar, CQ te belagen. En de collega's en burger die hadden al eenheden erbij gevraagd, maar die zeiden ja, dan moeten we nu zelf ingrijpen. Nee. Dus die gingen over tot de aanhouding van deze meneer. Er werd een aanhouding verzet. En toen ging het eigenlijk heel snel. Op dat moment wordt het een soort van assistentie-collega. We komen daar met meerdere eenheden te plaatsen en onder controle. En dan gaan we hem eigenlijk vervoeren. En vanaf dat moment is hij eigenlijk nog steeds aan het tegenstribbelen. En op een gegeven moment... reageert hij eigenlijk wat minder. Dan checken we nog zijn pols en een ademhaling, die is er gewoon nog. En toen we eigenlijk op het bureau aankwamen en zeiden van sta maar op, want we gaan je insluiten. Toen gaf hij eigenlijk geen kick meer. En op dat moment hebben we nog een keer ademhaling gecontroleerd, pols gecontroleerd. En die was weg, dus het werd heel snel ineens een reanimatiesetting. En dat is eigenlijk wel heel gek. En hebben we hem eigenlijk losgemaakt en zijn we gaan reanimeren. En we waren eventjes begonnen en op dat moment komt hij ineens bij. En daarbij komt hij zodanig bij dat hij ook nog eens een collega voor zijn hoofd trapt. Dus die viel ook naar achter. En die heeft nu ook wel redelijk last van zijn hoofd. De ambulance heeft hem nagekeken. En blijkt dat het mogelijk te maken heeft met middelengebruik in combinatie met het verzet. Dat dit heeft veroorzaakt. Ja, dat was heel bizar. Ik stond inderdaad even wat bezig met die AED. Naar voren zag ik, hij keek zo en zijn ogen waren een beetje weggerold. Echt alsof iemand helemaal laveloos weg was. En toen dacht ik, wow, die gast is helemaal echt weg. En wat je zei, we zagen tot de beelden terug. Je hebt 12 keer gedrukt ook. Ja, 12 keer. Voor het reanimeren, zeg maar. Heel fijn. Ja, dat was wel apart. Ondertussen zijn er trouwens bij een andere melding. Dus die gaan we heel eventjes oppakken. Dat is een meneer die laveloos op straat ligt. In ieder geval voor die andere verdachte die is dus ingesloten. Er worden wat bekeuringen voor opgemaakt. Alles hebben we vastgelegd in het systeem. Een bijzondere situatie. Maar goed, hij is ook allemaal aan de duidelijkheid. Hij wordt dan onderzocht door een arts. En in dit geval ook de ambulance dienst. Dus medici is ook veel helemaal nodig. Geen bijzonderheid. Een bijzondere situatie. Dus we gaan nu naar deze even wakker maken. Ja. Hallo.
Marie, word eens even wakker. Je bent wel wakker, kom. Sta even op. Hé, hey, kerel. Kom op, kom even omhoog. Kom. Hij is wakker. Yes. Yes, Nederlands. Heb jij voor mij een paspoort? Of identiteitsbewijs? Ja, yeah, I've got all the things, but... Okay, you want to look for somebody? It's here, yeah? Yeah, okay, listen, sir, you get a fine. Yes? Good luck. Hallo. You have to go. You have passport? No. Listen, you get a fine. No, okay. Jullie konden het op de beelden zien. We hadden twee heren die goed dronken waren, laag te slapen. In ieder geval weggestuurd. En ze hebben een bekeuring gehad. Vaste overlastplegers hier in het gebied. Dus ja, bekend verhaal. Ja, en dan laat ik drie op de 70. Gaan jullie rijden? Ja. Het is geen parkeerplaats, hè? We gaan weg. Is die auto ook voor jullie achter ze? Nee. Mesmaat. Echt een groot mes. 40 is een eenheid in de buurt van de Mariaplaats. Daar moet hij de verhandelen. Heb je even vuurmaat mee? Ja, 4 personen staande met een mes. Mariaplaats, graag even een eenheid erbij. Mag ik je kant opsturen? Je hebt sharp things on you, sir? Nee. Nee? MD 43030. Dat is heel erg. Kan hij niet blijven liggen? Ja. Hij gooide het weg bij het zien. Mes weggooide. En dat is strafbaar hier. En daar krijgt meneer een bekeuring voor, een procesverbaal. Nou, dank u wel voor het tolken, dan weet ik even doen. Dank u wel, fijne avond. Oké, dit ging eigenlijk een soort van snel. We reden hier langs een controlelocatie waar ook veel overlast is. Toen zag ik een jongen iets weggooien in de bosjes en dacht, dat is super weird. Nou ja, de jongen staande houden. En het resultaat is, wat ze dus weggooiden, is een redelijk groot mes. Dat kun je natuurlijk gewoon kopen bij de Action. Dus in de basis, moet ik even goed zeggen, is het mes natuurlijk niet strafbaar. Alleen de feiten en omstandigheden nu, waar we het aantreffen, dat je het zo weggooit. En op een locatie dat is, ik dacht dat het nog veiligheid risicogebied is, of misschien net daarnaast. In ieder geval de feiten en omstandigheden maken dat natuurlijk niet toegestaan is. Nou, daarvoor heeft meneer een bekeuring gehad. Er zijn inderdaad ook vaste overlastgevers die wij kennen. Mooie zaak weer. Zoals jullie kunnen zien hebben we het mes in een veilige koker, zoals we dingen in beslag nemen. Hier zit de administratie aan, dus de KVI, kennisgeving in beslagname. Daar staat ook wat de HVI heeft besloten erin. En die brengen we even in het beslagbok. Ja, ik heb zicht, dan is die af. Hij geeft valse gegevens op, dus dat is al meer dan genoeg. Ja.
Because it's not allowed to stay here. What? It's you are not allowed to stay. Come in the station. Yeah, but you don't. It's not allowed. It's not allowed. I'm groter. Ja, hoor. Yo, zeg maar, ik ga met de trein. Ja, maar je mag er niet komen. Ik kom zo weer terug. Ik ben er door de Kleeksburg gezegd. Hé, die jongen, dat is in die zin wel een grappig verhaal, die jullie eerder hebben gecontroleerd, dus met dat mes. Ten eerste had die jongen tijdens dat mes een valse naam opgegeven, dus daarvoor hadden we al het proces verbaal gemaakt. En nu zagen ze hem weer lopen. Wat blijkt nou, die jongen heeft een gebiedsverbod voor Stationsplein en omgeving. Hij was eerder ook al door camera toezicht gezien op het Stationsplein, zeg maar. Dus hij mag daar niet komen voor een bepaalde tijd. Kleeksburg zijn gelopen. Die zei, hey, hij loopt er weer. Dus toen kon hij hem eigenlijk aanhouden. Ja, hij dacht ons slim af te wezen. Door een valse naam op te geven. Maar helaas voor hem hadden we hem toch nog te pakken. Ja, dus dat wordt een duur avondje, denk ik, zo bij elkaar. Dat denk ik ook. Yeah, it's my shoes are here and my socks also because. Turn off that bike. Take your bike, okay? Take your bike. We hadden aan het eind nog even een melding van collega's die eigenlijk ondersteuning nog net geen assistentie vroegen van twee hele dronken Polen. Was het anders dan een Pol eigenlijk? Nee. Nou, dat weet ik eigenlijk niet. Die waren allebei heel erg dronken. Wat wil ik nou zeggen? Want daar zijn we heen geweest. Ja, daar zijn we heen geweest. Sorry, dat was mijn verhaal kwijt. Ik was ondertussen nog afgegaan. Maar twee dronken gasten die wilden niet echt meewerken, waren zeer vervelend. Eentje hadden we wel een identiteit naar boven kunnen krijgen, dus die heeft ter plaatse wat bekeuring gehad. En die andere die kon of wilde niks tonen, dus die is uiteindelijk aangehouden voor de wet idee dan wel openbaar en dronkenschap. Dus die is naar het bureau, wordt ingesloten en wordt hij daar afgehandeld. Ja. We zijn inmiddels terug op het bureau. Eén verdachte die aangehouden was, die zijn de collega's nog maar bezig om die af te handelen. Wij gaan nog wat administratie doen. Valt mee, geloof ik. En dan, ja, een klein beetje. Ja. Een keer op tijd naar huis. Een keer, je hebt tijd naar huis inderdaad, ja. Had ik eigenlijk niet verwacht met al deze drukte. Nee. Dus ik wil jullie allemaal weer bedanken voor het kijken. Abonneer als je het niet gedaan hebt. En dan zien we weer bij een volgende video. Tot de volgende keer.